Lieve luisteraars, lieve collega's, het gaat jullie allemaal goed. Bedankt. Dit was 27 jaar Royaals Weekend Magazine met Theo Erkens. Tot kijk. Ik pak een borrel. En een zakje. Na precies 30 jaar valt definitief het doek voor Radio Royaal. Een van de eerste regionale commerciële radiozenders in Nederland. Radio Oranje Nationaal neemt vanaf maandag 16 mei de etherfrequentie over van het radiostation dat al jaren een begrip is in de regio. Theo Erkens verzorgt al 27 jaar het weekendprogramma Weekend Magazine. Zaterdag is zijn laatste dag, waarin hij afscheid neemt van de luisteraars en het radiovak. Het uur der waarheid, hè? Nog een paar seconden, dat gaat heel snel. Ja, wat moet ik zeggen, lieve luisteraars, allemaal hartelijk dank. 27 jaar, ja, het doet me toch iets. Ja, die heb je te pakken nu. Luisteraars sturen de hele ochtend mailtjes en bellen op om hun Theo te bedanken voor al die jaren radio. Maar ze hoeven hem voorlopig toch nog niet te missen. Het doet mij heel goed, al die mailtjes, maar nou, ze moeten inschakelen met ingang van volgende week naar Radio Veldhoven, slov.nl. Dan kunt u mij horen. Iedereen heeft tegenwoordig internetradio, hè? Dat is de nieuwe trend. Want thuis zitten op zaterdagochtend, dat gaat u niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, dat vindt mijn partner niet goed, dus ik moet iets anders gaan doen. Al snel zijn de laatste minuten van het programma aangebroken en is het tijd voor de laatste plaat. It's All Over van Cliff Richard. Ja, ik ben een Cliff-fan, dat weten de luisteraars inmiddels na 27 jaar, dus dat wordt de laatste. Wat gaat u doen als u straks thuis komt? Een borreltje nemen. Ik ga een lekkere borrel drinken. Ja. Geen oranjebitter? Ja, die heb ik ook nog in de ijskast, dus misschien ook een oranjebittertje. Nee, maar ik wens Radio Oranje Nationaal heel veel succes toe. Dat zijn hele leuke mensen met leuke muziek, dus dat komt allemaal goed. Is het plaatje afgelopen? Ja, ik moet even weer een plaatje draaien. Thank you.